Ja? Mega! Nu je al kaartjes gekocht. Nee, moet je even doen. We staan op pagina 12. Pagina 12, dus gooi je even rustig. Terug. Ja, dat ben ik. Jezus, en daar is al die informatie die je eventueel zou willen. Zodat er was. Niet wel blijven in de taal. Ik sta echt enorm te kotsen bij je. Ja, ik zie je. Ik zie je tasje openstaan, Annie. Oké. Nee, maar misschien zie ik je zo. Kijk me leuk. Mijn naam is dus Van Aartsen. Ik ben op dit moment nog HJ in dit huis. Ik ben bij Hermans, hoe lang is dat geleden? 2,5 jaar geleden binnengekomen. En ik doe de finance en deze keer doe ik het goed. Ja? Ik snap me toch echt op hoe jij jezelf gewoon keer op keer weer voor lul kan zetten. Jezus, tiki tamba, mijn naam is Hermans, ik woon hier al een tijd, ik weet eigenlijk niet eens hoe lang, maar een behoorlijke tijd, huisoudste, zorgt er gewoon een beetje voor dat hij reilt en zeilt, dat er bier in huis is, dat er wordt schoongemaakt en dat soort dingen, en dat er een gezellige exchange van diverse standpunten en dat soort dingen, gewoon one happy family, daar gaat het mij om, van de frisse. Bij mij gaat het ook allemaal goed. Ik ben vanochtend begonnen met feesten en ik ben nog steeds bezig. Dus dat zit wel goed, dat ik zo. Wanneer ben jij begonnen met feesten, Benny? Ik moet nog even wachten, Benny. Dikke doei. Wat was, man? Mooi. Mooi met klas, man. Ik denk niet zeker dat het wel echt klas is. Maar hoe is het nou om zo'n huisjaars te zijn? Is dat niet onwijs kut? Ik vind het hartstikke leuk. Ik, vind het, ik ben er trots op. En ik geloof erin dat er op een dag een nieuwe HJ tevoorschijn zal komen. Dat hoop ik tenminste. Ik blijf ook niet eeuwig studeren. Herman studeert al 8,5 jaar of zo. Van de frisje. Broek omhoog. Blijf de aandacht af. 8,5 jaar, de kop af. Ben je er trots op of niet? Ja, trots. Het gaat er niet om trots. Het gaat erom dat je het doet in je eigen tempo. En er zijn ook nog heel veel dingen naast studie. Nou, jij hebt wel een heel langzaam tempo. Hermans. Proberen ze je op te naaien dat je weer 4 jaar studie moet hebben afgerond. Hermans. Kun je één ding zeggen? Dat is gelul. Gelul. Je moet ook een beetje genieten van het leven. Zometeen ben je iets wat je helemaal niet wil zijn. Kijk maar naar Van Aartsen. Die is al jaren iets wat hij eigenlijk helemaal niet wil zijn. Dat is eigenlijk gewoon een homo. Terwijl als je gewoon even de tijd neemt voor je studie, dan kom je vanzelf goed terecht. Zo is het ook wel weer eens een keer. Van een frisse. Van Aartsen, heb jij wel veel geneukt al, of niet? In je huisjaarsschap. Ja. Geef er nou maar eens even heel eerlijk antwoord op, Van Aartsen. Ja hoor, ik heb reeds geneukt. Met een mooi matras. Welk matras, Van Aartsen? Ze studeert econometrie in het tweede jaar. Haar naam is Magdalena. Ben je verliefd, Van Aartsen? Nee, natuurlijk ben ik niet verliefd. Ben jij verliefd? Ik ben niet verliefd. Ben jij verliefd, Van Aartsen? Ik ben niet verliefd. Heb je een matras geneukt of heb je een matras niet geneukt? Ik heb er geneukt, maar ik ben Van Aartsen. Geen homo, hier is de proef. I've taken care of it. Ah, maar waar is het matras dan Van Aartsen? Niet hier, want nee, matrassen zijn niet gewenst hier. Nee. We hebben, mag ik het zeggen, met het studententoneel hebben wij een voorstelling gemaakt genaamd Van de Frisse. Op het gelijknamige Van de Frisse. En dat willen wij graag laten zien. En toen hebben ze ons uitgenodigd voor de parade. Dus we hebben ons huis meegenomen naar de parade. Kijk, als je door de deur kijkt, zie je allemaal mensen lopen. Dat is dus de parade. Waar heel veel mensen toneel maken. En wij spelen nu in Utrecht tot en met donderdag. En vanaf 8 augustus in Amsterdam. In de paradetent 1. Dat ik er verder helemaal niks aan toe te voegen heb.